De diens vandag word gesponsor deur Georgian's Kitchen. Daar bent u terecht voor bollen, snacks, cakes en more. Voor bestellingen kunt u bellen of whatsappen op de nummers 8622520 of 7148432. Ook te volgen op Facebook Georgian's Berliner Bollen. Goedemorgen, beste vrienden. Welkom in deze live dienst, deze uitzending, de eredienst in uw huis. Ik wil dat u gaat bidden, meedoen aan deze dienst, alsof u hier in de kerk was met ons. Luister naar wat de Bijbel zegt. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zal ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik verwaard zijn? Dus David stelde deze vragen. Voor wie zal ik vrezen? Als God mijn kracht is, mijn licht en mijn heil is. Vrees niet deze ziekte. Vrees niet deze problemen. Vrees niet zelfs als het werd gezegd dat deze ziekte ongeneeslijk is. Vrees niet de problemen in uw leven. Wij zullen u bidden. Sta op daar waar u bent. Neem uw Psalm 27. Mensen die al naar de kerk komen, ze weten, u heeft een Psalm 27 gekregen. Neem uw water in uw hand en laten wij bidden. Sta op en sluit uw ogen. Iedereen, alsjeblieft. En zing met mij mee. Kom, mijn God, wees mijn redder. Ele kom, hoop zoekiek, strek mij uw hand. Ik heb u nu zo veel nodig. Van toe alleen, o mijn Heer, kan mijn Vader, wij roepen uw naam aan op dit moment. God van Abraham, Isaac en Israël. De God van het onmogelijk. U kunt, mijn Vader, het mogelijk maken dat deze persoon die ziek is, genezen zal worden. Het maakt niet uit wat voor ziekte deze persoon heeft. Deze persoon die lijdt aan kanker. Deze persoon die lijdt, mijn Vader, met hoge bloeddruk. Deze persoon die lijdt met suikerziekte. Deze persoon die lijdt met verschillende ziektes. Deze persoon, mijn Vader, die werd zelfs verteld. Hij heeft maar een paar dagen om te leven. U kunt, mijn Vader, deze situatie veranderen. U kunt deze persoon genezen, bevrijden. Dan op dit moment, mijn Vader, strek uw handen uit en raak deze mensen nu aan. En bestraf deze ziekte. En bestraf deze vloeken. David zei, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zal ik vrezen? Voor wie? Wie moeten wij vrezen als wij met u zijn? Deze persoon moet de ziekte niet vrezen. Deze persoon moet de problemen niet vrezen. Dan, mijn Vader, laat uw kracht nu komen. En in uw naam, ik bestraf deze demonen.
ik bestraf deze takurieje, deze takurusani, alle demonen in deze levens, in deze mensen, in deze families, ga weg op dit moment en kom nooit meer terug. En vader, zegen het water van deze persoon, dat deze persoon, wanneer hij, wanneer zij van het water zal drinken, dat deze persoon genezen zal worden in de naam en voor de glorie van de Heere Jezus. En ieder die gelooft, zegt dan amen. Amen. Beste vriend, drink van uw gezegend water en word gezegend. Drink van uw water, de genezing zal naar binnen stromen. U kunt uw plaats nemen en kijk deze getuigenis. Wat is er net gebeuren in de universele kerk? U heeft, mevrouw Deborah, de gewijde olie gebruikt voor uw zoon. Ja, pa. Deze jonge man hier, toch? Jawel. Waarvoor? Wat was zijn situatie? Hij had een blinde darmontsteking. En hij had hevige buikpijn. De school had gebeld dat ik hem moest komen ophalen. En ik ben hem toen gaan halen. We zijn naar de dokter gegaan. En hij moest cito een echo maken. En die echo heeft dus gewezen dat hij een blinde darmontsteking had. Hij werd dus ook opgenomen. Hier zijn die bescheiden. Oh, je heeft die? Ja. Aha, hier. Jawel. 7 november 1920. Zou wij die operatie moeten doen. Alles was al geregeld. Maar die dag, het was een zondag en we moesten naar de opname gaan. En toen we daar aankwamen, zeiden ze dat er geen plek was. Uh-huh. Maar de dokter had me al die zondag ook, die vrijdag gebeld om me te bevestigen. Dus dat hij zondag wordt opgenomen. Ik moet niet vergeten. Ik zeg ja, ik weet het. Dus dit papier hier is van de operatie? Jawel, opname. De opname. De 7 november 2019. Jawel. Zou hij opgenomen worden? Hij zou opgenomen worden. Om die operatie te doen? Ja, pastoor. Uh-huh. Maar intussen hadden we een doekje met die gewijde olie. En elke ochtend, voordat hij uit huis ging, vroeg hij zich om te bidden. En dat deden we ook. Die dag voordat hij naar opname zou gaan, zijn we ook naar de kerk gekomen. En we zijn dus daar gegaan. Die mensen hebben gezegd, er is geen plek. Als de dokter me had gebeld, ik zeg ja, de dokter heeft me vrijdag nog gebeld om me te bevestigen dat die operatie maandag doorgaat. Uh-huh. Ik dacht van, Maar we hebben ook gebeden. Zeg, als het niet moet, moet het niet. Ze hebben me terug naar huis gestuurd en ze hadden gezegd, ik moest die maandag dan weer op de poli. Maar die maandag was dochter zijn Oka-dag. Ik heb het gelaten voor wat het is. Ik ben weer naar mijn huisarts gegaan. Ik zeg, dochter, mijn zoon heeft geen pijn meer. Maar hij zou worden opgenomen. Stuurt hij me weer om een echo te maken om zeker te zijn. We hebben dus dat weer gedaan. En het bleek dus dat hij die operatie niet meer hoefde te doen. Want alles was weer normaal. Dus nadat u heeft het geloven gebruikt, de gewijde olie gebruikt, dus zoals u zei in dat doekje. Ja. En u ging voor de echo, voor een tweede echo? Voor een tweede echo zijn we gegaan, ja. Uh-huh. Ja. En alles was normaal. Normaal? Ja, pastoor. Geen blinde darmen meer? Nee. Geen problemen. Dus die operatie was niet nodig? Die operatie is niet doorgegaan. We zijn nooit meer naar die dokter gegaan. En mijn zoon staat hier en hij heeft geen buikpijn meer. Dus had je veel buikpijn? Uh-huh. Ja, ik wil dat u, beste vriend, deze week een flesje water zoet nemen. Klein of groot, maakt niet uit. U zoet een flesje water meenemen naar de kerk. En wij zullen van de gewijde olie in uw water doen. Wij pastors zullen uw water zegenen. Dus één idee deze week. U kunt uw water brengen in een van de universele kerken. En wij zullen gratis de gewijde olie erin voor u doen. Oké? Geloof in uw wonder. Geloof in het onmogelijk. Want God is het die wil u zegenen. Die wil uw leven veranderen. Ik wil nu ook bidden voor de families. Ik
wil u vragen, de familie samen hand te geven aan elkaar. De moeder met de kinderen met de ouders, man met zijn vrouw, de vrouw met haar man. Houd handen met elkaar en laten wij nu bidden voor de families. Ik vraag u wel nogmaals op te staan voor dit gebed. En geef hand aan elkaar. Laten wij nu bidden voor de families. Als u heeft de foto's van de familieleden, u kunt de foto's aan God nu presenteren. Sluit uw ogen en laten wij bidden. Onze Heere en onze Vader, God almachtig. U bent Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus u bent familie en u wilt de familie van deze persoon ook zegenen. Ik wil u vragen, mijn Vader, deze moeders te bezoeken. Moeders die huilen, die wanhopig zijn. Oh, mijn Heer en mijn Vader, dat u ze zult aanraken. Dat u ze zult zegenen. Dat u ze, mijn Vader, zult, mijn Vader, bevrijden van deze problemen. Van het verdriet, van die pijnen, van alle vloeken. Ik wil u vragen, mijn Vader, dat in plaats van jugo-jugo de vrede zal komen in dit huis. In plaats van scheiding en haat. In plaats, mijn Vader, van de problemen, uw vrede, uw aanraking. Ik zegen deze mensen. Mensen, bid voor uw familie. Praat nu met God. Ja, vraag God om uw familie te zegenen. Praat met God. U kunt nu bidden. U kunt nu uw eigen gebed doen. En vraag God, verlos mijn huis, mijn familie, in de naam van Jezus Christus. Ah, beste vrienden, ik weet zeker, God doet dat op dit moment. Hij raakt uw familie aan en hij bevrijdt ze in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Oh, mijn Heer, wij geven onze families, onze levens over in uw handen, in Jezus Christus' naam. Amen. En amen. Beste vriend, word gezegend. U en uw familie. Omhels, knuffel uw familie. En als u boos was op iemand, of iemand boos op u, vraag vergeven aan elkaar. Leef niet, beste vriend. Leven is kort. Dan leef niet met woede, met haat, met wrok. Nee, vergeef elkaar. Oké? Doe zo op dit moment. En wij gaan nog een getuigenis kijken. Neem uw plaats alsjeblieft. En deze keer een getuigenis over de tiende. U gaat zien een handen de tiende. Wanneer de persoon een verbond heeft met God, zoals deed Jacob. U gaat zien wat gebeurt in het leven van de mensen die dat doen. Voordat ik een tiendegever werd, had ik heel veel financiële problemen. Want het is namelijk zo dat ik net van mijn man was gescheiden. En ik kwam dus terecht in een huurhuis. En het ging niet makkelijk, want niet elk maand kon ik dat geld verzamelen om die huur te betalen. Vaak genoeg moest ik bij mijn kinderen geld lenen om huur te betalen. Wanneer het ook niet zo lukte, moest ik zelf mijn sieraden gaan panten om huur te betalen. Het was echt een toestand in mijn financiële leven. En het is zo dat ik gewoon van één huurhuis naar een ander huurhuis ging wonen met de bedoeling dat het dat beter zou gaan. Maar de situatie werd gewoon erger. Echt erg. Ik kon het gewoon niet aan. Toen besloot ik gewoon naar de kerk te komen. Maar niet alleen op dat gebied had ik mijn financiële problemen. Het ging niet goed op de markt. De verkoop was slecht. Het leek alsof ik verdien geld, maar het leek alsof dat geld gewoon wegging. Ik kon niet genieten van mijn geld. Behalve dat kwam nog de belastingkantoor voor mij bij de deur. Dat ik de staat verschuldigd ben. Dus dan, het was echt een trieste toestand met mij in mijn financiële leven. En ook al als ik op de markt was, als ik verdiende, het geld ging weg. Het was echt heel, heel erg in mijn financiële leven. Dus ik vernietigde me, als ik het zo mag aanduiden. Ik ging gewoon geld verspillen. Ik weet niet waar dat geld ging. Dus, want zelf mensen geld wat ik moest betalen, waar ik groente neem, ik ging het gewoon verbrassen. Alles ging uit, of dan de meeste ging uit naar eten en drinken. Toen ik naar de kerk kwam,
begreep ik eigenlijk nog niet. Ik hoorde over de tiende. Ik kwam geregeld op de maandag om te strijden voor mijn financiële leven. Maar ik begreep het eigenlijk niet. Ik gaf wel 10%, maar het was niet de eerste tiende. Dus toen ik in de kerk was, het was een paar jaren, ik gaf wel 10%. Maar ik zag nog geen verandering. Toch nog was ik afhankelijk van mijn kinderen om geld te lenen. Maar er is een dag dat ik het heb begrepen. Het is de eerste 10%. Toen begon ik dit serieus aan te nemen. Echt heel serieus. Ik was heel serieus. Ik zei, Heer, vergeef me wat ik heb gedaan, maar nu ga ik trouw zijn. De eerste 10% begon ik dan goed na te leven, trouw zijn met God. En de veranderingen kwamen. Ik heb een stukje grond van mijn ouders gehad op mijn eigen naam, waarop ik nu heb gebouwd. De markt gaat nu veel beter. Ik kan zelf nu sparen. Toen moest ik munten tellen om op tafel te zetten, om groenten om spullen te kopen voor de huishouding. Maar nu kan ik zelf sparen. Bij de belastingkantoor, ik ben schuldvrij verklaard. En ik groei, ik bloei, ondanks de crisis in het land. Volgende maand zullen de namen van alle trouwe tiendegevers, die mensen die God stellen op de eerste plaats, hun namen zullen gestuurd worden naar Betel, deze plaats in het Heilige Land. En waarom Betel? Wat is daar gebeurd? De Bijbel zegt dat daar is alles begonnen voor Jacob, de verandering van zijn leven. In Genesis 28:18, de Bijbel zegt zo: de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. Hij noemde die plaats Betel, maar tevoren was de naam der stad Luz. En Jacob deed een gelofte: indien God met mij zou zijn en mij behoeden zou op deze weg die ik ga, mij zou geven brood om te eten, klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zou de Heer mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods zijn. En van alles, of huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Dus deze komende maand juni, u zult uw tiende presenteren zoals u doet altijd. En u zult uw naam daarbij doen, want wij zullen uw naam dan sturen naar Betel, de plaats waar Jacob deed een gelofte met God. De plaats waar Jacob luisterde naar God en God luisterde naar hem. Als u luistert naar God, God zal naar u luisteren. En nog iets hij deed, niet alleen de tiende, hij nam de olie. Wij kunnen zeggen dat die olie was een soort van offerande, extra, wat Jacob deed. Hij gooit het op de steen. In de kerk, wij hebben u uitgenodigd om de olie te gieten op de steen. Heeft u dat al gedaan? En wij hebben ook u gevraagd om de olie voor te bereiden voor deze dienst, toch? Heeft u gedaan? Heeft u een beetje olie daar? Oké, hou het vast, nog niet. Nou, wanneer Jacob gooit de olie op de steen, hij was nu afhankelijk van God. In plaats onafhankelijk te zijn van de olie die hij had, hij was afhankelijk van God. Wij zullen u uitnodigen om hetzelfde te doen. Jullie heeft het geloof om van God afhankelijk te zijn. Dus u zult uw tiende geven, uw tiende, uw offerandes. En u zult die brengen, een van die dagen in juni, naar de kerk. Wij zullen u zalven. Maar vandaag in deze dienst, wie gaat u zalven? Is u zelf. Dus u gaat de olie nemen.
problema die u heeft, kan dat kruisje olie zijn of andere flesje olie, beetje olijfolie. En u gaat uw hoofd zalven. In feite, u kunt dit nu doen. En u kunt zeggen, ik zou een pilaar zijn. Ik zou een zuil zijn van het huis van mijn God. Ik zou een pilaar zijn. Hij nam de opgerichte steen als een zuil voor Gods huis. U zult een van deze zuilen zijn. Gelooft u dat? Dus als u bent in dit geloof van Jacob, dan hef uw handen omhoog en laat mij voor u bidden. Mijn Heere en mijn Vader, ik ga nu in gebed voor deze mensen die willen pilaren zijn in uw huis, in uw werk. En ze zullen dat doen door naar u te luisteren, door te doen wat u zegt. Want dat is wat gebeurde in Bethel. Jacob deed wat u van hem vroeg. Hij luisterde naar u en u luisterde naar hem. Zo is het, mijn vader. Wanneer wij u gehoorzamen, wanneer wij luisteren naar u, wanneer wij doen wat u vraagt, u doet ook wat wij van u vragen. Dan zegen deze mensen. De namen van deze mensen zullen gebracht worden naar Bethel. Mijn vader, ze zullen in deze maand juni de namen brengen. De tiendes, de offers, de offerandes. En ik weet zeker, u gaat kijken, u gaat zien het geloof van deze persoon. En u zoekt deze persoon eer. In de naam en voor de glorie van de Heere Jezus. En u die gelooft zegt amen. Amen. Ik wil dat u kijkt nu naar deze informatie. Jullie wilt uw tiendes, jullie wilt uw offerandes overgeven direct naar de rekening van de kerk. Het kan. Dus u gebruikt de informatie op scherm. U kunt een foto maken. En een foto van het scherm maken. Een screenshot maken en bewaren. Het rekeningnummer van de kerk. U kunt de foto maken ook van de code voor UniPay, Uni5Pay of van Mopay app. En zodoende kunt u uw tiende offers en offerandes geven direct naar de rekening van de kerk. Oké? Kijk met aandacht, daarna ook een getuigenis en u komt zo terug met het woord van God voor uw leven. Wist u dat u Gods werk kunt ondersteunen door internetbankieren? U kunt uw eerstelingen en offerandes overmaken ten name van Stichting Universele Kerk van Gods Rijk met rekeningnummer 20682 4811 voor donaties in SRD. Ook vanuit het buitenland kunt u gerust doneren. Vergeet niet om de SWIFT-code daarvoor te gebruiken. Ook via de Mopay-app kunt u offerandes geven. U hoeft alleen de code met het door u gekozen bedrag te scannen. Ook voor de Uni5Pay gebruikers bestaat de mogelijkheid om uw offerandes te doneren. De Heere Jezus zei, geef en u zal gegeven worden. Het leed is begonnen na de dood van mijn moeder toen ik 4 jaar oud was. En ik dan door pleegouders moest opgebracht worden. En nadat ik dan bij pleegouders was, werd ik dan mishandeld door die pleegmoeder. En na de pleegouders, na pleegfamilies, werd ik dan eigenlijk dan opgebracht van de hak naar de tak. En het was een verdriet in mij. Ik had steeds verdriet daarover. Ik groeide op met verdriet. Want ik had dan eigenlijk geen moederliefde.
Er was geen liefde in huis. En door die verdriet dacht ik altijd terug aan mijn moeder. Want dat had ik wel sterk. Alles van me is, het moment er iets was, ik terugdacht aan mijn moeder. Denkende zeg van, als mijn moeder leefde, had ik gewoon bij mijn moeder kunnen zijn. Ik weet dat zij me zou troosten als moeder zijnde, echt je moeder. Maar dat had ik niet. En ik zag eigenlijk naar die liefde, maar die liefde was er niet. Ik kreeg die liefde niet. Dus zo ben ik eigenlijk opgegroeid. En dat bracht eigenlijk dan een soort woede in mij, een soort haat, wrok, bitterheid. Daar begon eigenlijk dan bitterheid voor mij. En ik was iemand die niet makkelijk kon vergeven. Ik zei altijd, ik zeg, wat men met me gedaan heeft, ik ga niet vergeven. Ik vergeef die persoon niet. Dat was altijd in mij. En dan, toen ik hier in de universele kerk kwam, hoorde ik van gebedskettingen volgen. Ik hoorde van je leven geven aan de Heere. En ik dacht bij mezelf, wat bedoelen ze met de Heilige Geest? Hoe ontvang je de Heilige Geest? Maar ik bleef komen. Ik kwam, ik bad. Ik wilde ook de Heilige Geest ontvangen. Omdat ik dan gewoon vrij wilde zijn. Vrijkomen van al die bitterheid. Van al mijn bezorgdheid. Van alle wrok, die haat, bitterheid dat ik had. Dat ik dan daarvan vrij wilde komen. Ik wilde vrij zijn. Vandaar dat ik dan de Heilige Geest wilde ontvangen. En ik ben ook gaan zoeken. Ik zag, ik bad. Mevrouw Rebecca is nu een heel ander mens, een heel ander persoon, een heel andere Rebecca. Rebecca die alle gevuld is met de Heilige Geest. Door die Heilige Geest heb ik de ervaring met God om je naaste lief te hebben, om geen wrok meer te hebben. Want dat is voor niets. Voor niets. Want zelfs daarvoor heb ik gehuild. Toen ik de Heilige Geest heb ontvangen. Toen ik gevuld was met de Heilige Geest. En denkende zeg van, waarvoor is het nodig om iemand te haten? Om bitterheid te hebben tot een andere. Het is helemaal niet nodig. Nu, qua karakter, ben ik een heel ander persoon. Zoals ik ben, kan ik heel veel anderen begrijpen. Ik kan begrijpen, ik kan een andere persoon helpen, ik kan beter praten, ik ben heel anders tot de mens. Zelfs tot mijn kinderen zelf, mijn oudste dochter zelf zeggen, maar zeg van mama, je bent heel veel veranderd, heel veel veranderd. Liefde heb ik nu, vrede heb ik, de blijdschap heb ik, ik ben niet meer zoals ik vroeger was. Boos worden, agressief zijn. Nee, dat heb ik niet meer. Beste vrienden, neem uw Bijbel op dit moment en laten wij lezen van Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 17. Johannes 3, 17. Wij kunnen in feite lezen vanaf vers 16. Iedereen kent Johannes 3, 16. Van al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. 18 zegt zo, wie in hem gelooft, dus in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld.
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat zijn werken, van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Kijk hier naar mij alsjeblieft. Wie in Jezus gelooft, maar is niet geloof alleen mondeling, alleen met de mond. U weet, praatjes voelen geen gaatjes. Is geloven met acties, praktiseren, doen wat hij zegt. Wie doet dat, zal niet veroordeeld worden. Maar wie dat niet doet, de Bijbel zegt, die is reeds veroordeeld. En wat is het oordeel? Vers 19 zegt dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben liever de duisternis gehad dan het licht. Ze hebben liever de duisternis dan het licht. Hoeveel mensen hebben liever de zonde dan de heiligheid? Hoeveel mensen hebben liever haat dan vergeven? Hoeveel mensen hebben liever dronken zijn dan sober te zijn? Hoeveel mensen hebben liever een verslaving te hebben en dan zonder verslaving te zijn? Hoeveel mensen hebben liever om trouw te gaan en buiten man, buiten vrouw te hebben dan trouw te zijn in de relatie? Dus dat zijn voorbeelden van niet de mensen de duisternis meer lief hebben dan het licht. Ze kiezen voor de duisternis en ze zullen veroordeeld worden. Beste vriend, er is een eeuwig leven. Er is leven na de dood. Kijk in mijn ogen. Er is leven na de dood. Als deze is de eerste of de laatste keer dat je deze dienst met mij volgt, je moet dit weten. Er is leven na de dood. En wanneer u sterft, waar gaat uw ziel naartoe? Alleen Jezus kan uw ziel redden. Wilt u uw leven aan hem geven? Wilt u uw geloftes met hem vernieuwen? Wilt u met hem blijven tot het einde, tot de dood? Wilt u dat? Dan sta op, alsjeblieft. Laten wij bidden. Sluit uw ogen en zing met mij mee. U bent mijn schuilplaats, Heer. U voelt mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Ik vertrouw op u. Vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een
ons lied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Oh, mijn Heer en mijn Vader, U wilt een ieder eeuwig leven geven. U wilt een ieder, mijn Vader, deze grootste overwinning van alle geven. U zei, wat baat het de mens de wereld te winnen en zijn ziel te verliezen? Wat baat het? Dus u wilt deze persoon niet alleen de overwinning geven in de fysieke aspecten. U wilt deze persoon ook, mijn Vader, de grootste overwinning geven. En dat is de overwinning van de ziel. De behoudenis van de ziel. Laat deze ziel behouden worden. Ja, maar daarvoor moet deze persoon uw woord geloven. Moet deze persoon willen zich corrigeren. Deze persoon moet willen, mijn Vader, bereid zijn de zonde achterwege te laten. En de mensen die zijn bereid, ik weet, het is niet makkelijk. Ik weet, Heer, het kost opoffering. Eens niet één keer opoffering. Het kost offers brengen. Elke dag. Elke dag, mijn Vader. Dus als iemand zegt, beste vriend, dat je hoeft niet te offeren, omdat Jezus heeft al geofferd, dat is een leugen. Als u God wilt behagen, moet u, moet ik, als wij God willen behagen, moeten wij offers brengen. Elke dag. Elke dag nee zeggen tegen onze eigen wil. Elke dag onze eigen wil verloochenen. Dan vraag God, hier is mijn leven. Accepteer mij. Red mijn ziel, mijn Vader. Ja, praat met God. Ik laat u nu alleen met God. Het is u en God op dit moment. Praat met Hem in de naam van Jezus Christus. Thank you.
Aleluia, mai heira. Vai zucanu, vai vila. Chama Matthew Jain, mai fada. Desde a pessoa de zuktin erlakheid. Desde a pessoa de viltir corrigera. Como hem ferreiva. Como ha ferreiva. Ferreiva uns a falta, uns a zonda. Mai heira, mai fada. Manifestere o kracht, o resto. E o anveis a reit. E net leiva van deze mensen. Van de Heilige Geest. Omdat God zit niet met lockdown, beste vriend. Nee, de aarde zit met lockdown. Alles gesloten. Maar de hemel is open voor uw gebed. En als u erin gelooft, ontvang de Heilige Geest. Ontvang de aanwezigheid van God op dit moment. Wees vol met de kracht van God. Wees vol met de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Prijs Hem. Dank u, mijn Heer. Dank u, mijn Vader, dat u uw geest stuurt over de mensen die u zoeken, over de mensen die u nodig hebben, over de mensen die niet perfect zijn, maar eerlijk u zoeken. Dank u, mijn Vader. Wees vol met kracht. Wees vol met de Heilige Geest, beste vriend. In Jezus Christus' naam. Aleluia. Dank u, mijn Heer. En u die gelooft, zeg dan... Amen. Amen, beste vriend. Kijk je naar mij alsjeblieft. Vergeet deze twee dingen niet. Gedurende deze week, je brengt je flesje water om te laten zegenen in de kerk met de gewijde olie. En voor volgende week zondag, je zult samen weer met je familie zijn in de kerk. Oké? En je kunt vanaf morgen ook je tiende presenteren, de zalving ontvangen. Vanaf deze week, de eerste week van juni, je kunt je tiende presenteren in de kerk en de zalving ontvangen. Nog iets voordat wij gaan. Jezus zei, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Je die wilt gedoopt worden. Je wilt je leven geven aan Jezus. Praat met mij. Praat met de pastor in de kerk. Of je kunt een bericht nu sturen naar 855-5519. En wij zullen alles voorbereiden voor de doop. Oké? Geef je leven aan Jezus voordat het te laat is. Hef je handen omhoog. Sluit je ogen. De Heere, uw God... Hij zegene u en behoede u. De Heere doe zijn gezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verhef zijn gezicht over u en geeft u vrede. Vandaag, morgen en voor altijd. In Jezus naam. Amen. Ik was wel vergeten iets. U bent gezegend. Dat ben ik niet vergeten. Maar u die wilt uw envelop. U heeft nog niet uw envelop voor de tiende. Om uw naam erin te zetten. Uw tiende te presenteren aan God. En trouwens ook uw geloftes. Uw offers. Want Jacob gaf de tiende en de olie. Dus als u de envelop nog niet heeft. Als u de olie nog niet op de steen heeft gegooid. Deze week in de kerk. U gaat de olie op de steen gooien. Pak uw envelop en doe volgens uw geloof. God, hij zal u zegenen. Oké? En fijne dan nog. Gezegende dan nog. En blijf sterk in uw geloof. Tot het einde. De dienst vandaag wordt gesponsord door Jurgen's Kitchen. Daar bent u terecht voor bollen, snacks, cakes en more. Voor bestellingen kunt u bellen of whatsappen op de nummers 8622520 of 7148432. Ook te volgen op Facebook Jurgen's Berliner Bollen.